Elton, een 1-2 nederlaag tegen Rode JC. Deze is erg zuur. Ja, zuur natuurlijk, omdat we aan het racen zijn voor een plek bij de playoffs. Maar er zijn nog 4 wedstrijden te gaan. We gaan nog 4 finales spelen. Ik denk, persoonlijk, voor mij is niks gespeeld. We kunnen blijven vechten voor een plaats voor de playoffs. Dat gaan we doen, zeg ik. Waar ging het vandaag eigenlijk mis? Ik denk dat we aanvallend nog meer hadden moeten brengen. We hebben veel kansen wel gecreëerd, maar we hebben ze buiten genoeg niet kunnen afronden. We hebben een beetje de goals weggegeven. Ik denk dat ze maar 3 keer aan onze goal zijn gekomen. Ze hebben 2 keer kunnen scoren. We gaan leren uit zo'n wedstrijd. En voor de volgende wedstrijd moet ze in orde zijn. Maar wat betekent dit resultaat voor de rest van de competitie? Wat betekent het resultaat? Het verlies. Wat betekent dat voor de stand? Ja, de stand. Iedereen staat zo kort op elkaar. Dus de stand kan van de ene week naar de andere week veranderen. Dus ik denk dat we als ploeg ons niet te veel moeten concentreren op de stand. 4 wedstrijden te gaan, 12 punten. Dat is veel. En als je ziet, de ploegen zijn maar 1 of 2 punten verschil. Dus het is perfect haalbaar en we gaan niks weggeven en 4 finales zoals ik zeg en blijven concentreren. Alles is nog mogelijk dus. Ja. Volgende week revanche? Ja, tegen Cambuur, terug thuis. Belangrijke pot. We gaan klaar zijn en zorgen dat die foutjes bewerkt zijn.